Nederland een narco-staat. Dat is hoe de wereld naar ons kijkt. De overheid doet er alles aan om dit imago op te poetsen. Voorzitter, hard drugsgebruik, laat ik dat vooropstellen, trekt een zware wissel. Criminele kopstukken verdwijnen achter de tralies en grote ladingen drugs worden onderschept. We gaan terug naar 1974, wanneer de Nederlandse marine een smokkelschip achtervolgt. In deze video zie je hoe die operatie uitmondt in een spectaculaire schietpartij op zee. Helemaal over de Lammy. De Lammy was een bootje. En er waren jongens die waren een beetje hasmokkelen. En die vroegen naar een bootje. Heb ik aan meegedaan? Nou, het bootje is naar Beirut gegaan. Heb ik een krummeltje has gehaald, ben nu vergeleken. En het is fout gelopen een beetje. Weet je wat ik bedoel? Als er nou een hasboot gepakt wordt, of er is wat, zou het van Frits van de Wereld weten. Frits van de Wereld. In 1974 een grote meneer in de Nederlandse drugsindustrie. De smokkel draait in die tijd nog vooral om hash. Met andere drugshandelaren koopt Frits de viskotter de Lammy. Met deze boot wil hij de drugs van Libanon naar Nederland verschepen. Maar nog voor de boot naar Beirut vertrekt, ontvangt de politie een tip over het transport. Dat is de reden om een voor die tijd gloednieuw wapen in te zetten, de telefoontap. Frits en zijn kompanen worden voor en tijdens de operatie afgeluisterd. Met deze schat aan informatie is dit dé kans voor de overheid om de misdaad aan te pakken. Intussen hadden we aan de marine gevraagd, aan het ministerie, of we vliegtuigen, schepen mochten gebruiken om dat smokkelschip te lokaliseren en uiteindelijk aan te houden. We kregen 4 mariniers aan boord met scherpschutters. We kregen allerlei spullen, infraroodkijkers, verbindingsmiddelen. Niet vermoedend vaart de Lammy terug vanuit Beirut. Het schip heeft duizenden kilo's hash aan boord. Via de telefoontap hoort de politie dat ze waarschijnlijk naar Den Helder gaan. Maar net daarvoor gaat de Lammy voor anker. En inderdaad, bij Callonsoog werd op een gegeven moment de motorboot die ze aan boord hadden, die werd in het water gelaten en daar gingen de eerste pakken. Spul ging overboord. Er werd ook gezien dat de vrachtauto of bestelwagens dichterbij gehaald werden en dat er spullen van het strand naar die auto's werden gebracht. Deze vrachtwagenbus en deze port hebben we al genomen over. Wilt u dat ze gevolgd worden over? Inderdaad, ja. Op het strand lopen de criminelen met 2000 kilo hash zo in de armen van de politie. Ook Frits, die zelf met een busje de drugs komt ophalen, wordt gepakt. Maar nog niet alle drugs en smokkelaars zijn van de Lammy af. Het fregat De Wolf zet de aanval op de vissenskotter in. Waar werd er mogelijk dat een kleine afmattingsslag deze zaak op zijn eind kan brengen over? Ja, goede raad. Het was duur, want we konden niet aan boord komen. Er stond te veel wind en te veel. Dus kortom, er is eerst besloten om te kijken of we de 3 opvarenden van de Lammy onder druk konden zetten. En de beslissing was om het stuurhuis te beschieten met traangas. De eerste die we schoten, die schoten we dwars door de stuurhut heen. Het ene raam in over stuurboord erin en een bakboord eruit. Whisky CP heeft u bericht genomen dat u ter actie wilt overgaan eventueel met gebruik van traangasgranaten. Toen hebben we nog een derde schot. Dat ging ook dwars door de stuurhut heen. En Pompert die stond met een kop koffie in zijn handen. Pompert was de? De kapitein van de Lammy. En later vertelde hij dat wij zijn beker koffie uit zijn hand hebben geschoten. En dan had hij alleen nog het oortje in zijn hand. Nadat dat gebeurd was, is de bemanning van de Lammy natuurlijk uit het stuurhuis gekomen. Ze hadden de roer vastgezet en kwamen ook een beetje naar buiten van als je me wil hebben, zo van schiet maar hier, want wij varen door. Varende van de voormalige viskotter Lammy weigeren zich over te geven aan de marine. Het schip is ten noorden van de Waddeneilanden omsingeld door vaartuigen van de marine en de douane. Toen was de mogelijkheid om met de 40 mm mitrailleur aan boord van de Wolf te kunnen schieten. De bewapening van de Wolf was allemaal handmatig. En dan is het de kwestie. Nou, dan zie je het eroverheen gaan. Nou, zo eenvoudig is het. De Wolf heeft geduurd op het betrokken schip. Mocht u behoefte hebben aan een of andere steun uit de lucht, dan kunt u daar gebruik van maken. Over.
De bemanningsleden van de Lammy weten dat ze kansloos zijn en dus zien ze nog maar één uitweg. Wat er toen gebeurde, dat hadden wij niet voorzien, want toch geen kwartier later begon de Lammy te zingen. Ze hebben, zoals dat dan in het jargon heet, de buitenboordkranen opengezet. De kranen waarmee het koelwater dat voor de motor gebruikt wordt, in het schip komt. Die hebben ze opengezet en daarmee liep de Lammy langzaam vol. Dit was op een gegeven moment het plaatje wat we zagen dat hij begon te zinken. De snelheid ging eruit. Hij was de hele dag erachteraan gehangen. En hij ging met een noodgang richting 360, dus Noord. Op een gegeven moment zei ik nog tegen een van die fotografen, lijkt of ze naar de Noordpool willen. Joh. Dat ging allemaal heel rustig hoor. Die boot begon langzamerhand achterweg te zinken. Ze komen ervoorschijn met die boot. Hup, boot ernaast, koffersje erin. En ze stapten erin en wachten tot wat er ging gebeuren. We hadden dat schip willen hebben, maar niet een schip wat zinkt. Nee. Dat was een stom gedoe. Ja. Ben je er zo lang mee bezig en dan zinkt hij waar je bij staat. De Lammy is gezonken. De opvarenden van de Lammy zijn aan boord van het douanevaartuig. Van dat fregat ben ik overgegaan op de Zeearend. En heb ze daar formeel aangehouden. En zijn we naar Den Helder gereden. Onder het nuttigen van een bakje koffie met z'n allen. En hebben gesproken over de daden die net gepleegd waren. Dus dat is verder heel, heel vriendelijk gegaan. En heel goed afgelopen. Toen is er via het ministerie. Nog diezelfde dag is er beslist dat schip gelicht moest worden. Nadat de opengedraaide afsluiters in de machinekamer weer waren dichtgedraaid, werd de kotter door de bok op het water gezet, waarna het smokkelschip over een kalme zee naar de marinehaven van Den Helder werd gesleept. Het bleek al gauw dat de actie van justitie en bergers niet voor niets was geweest. De een na de ander werden de zakken naar het dek getakeld. De hele drukvoorraad, met een potentiële verkoopwaarde van meer dan 15 miljoen gulden, werd per auto afgevoerd naar een vuilverbrandingsoven in Alkmaar. Nou ja, ze vonden het jammer dat ze gepakt waren. En het is all in the game. Dat ze aan de verkeerde kant van de lijn, van de wet stonden. Ja, dat is fout. Dat had ze nooit mogen doen natuurlijk. En ik heb er ook geen begrip voor. Want uiteindelijk wordt die hash wel door de jeugd. En weet ik van, nou, dat kennen we nu ook gebruikt. Dus je moet met alle middelen, vind ik, dat je het moet bestrijden. Maar als je het als zeeman ziet, dan zeg je nog, dan heb je nog wel ergens nog een plekje voor in je hart. Wat vind jij van de War on Drugs? Laat het weten in de comments. Vergeet niet te abonneren op dit YouTube-kanaal. Het is immers gratis. En wil je meer zien, weten en ervaren? Ga dan naar nporkennis.nl.